Iran zijn rellen uitgebroken tussen betogers en de oproerpolitie. Demonstranten protesteerden tegen de sterke waardevermindering van de Iraanse munt. Volgens de Volksmujahedin, die vanuit het buitenland oppositie voert, zou dit het begin van het einde kunnen zijn voor het regime in Teheran. De Volksmujahedin is nu ook door de VS van de terreurlijst gehaald. Jan Baljouw sprak met de leidster van de beweging, Mariam Rajavi. Op deze beelden die we via internet kregen is blijkbaar een betoging te zien in een bazaar tegen de val van de rial, de Iraanse munt, al 40% deze week. Er zijn ook gevechten geweest met de oproerpolitie, maar daarvan kregen we geen beelden. De rial staat onder druk door de strenge westerse sancties. Volgens de Volksmujahedin kan dit het einde inluiden van het huidige regime. La situation en Iran c'est très explosive. La situation du régime de Mollah est très fragile. C'est la fin du régime des Mollahs. Et je suis sûr que cette crise va augmenter. De Volksmujahedin hadden vanmiddag in het Europees Parlement wat te vieren. Want na Europa heeft de VS en nu ook van de terreurlijst gehaald, tot de woede van Teheran. Ze willen nu erkend worden als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Maar Washington wil met hen niets te maken hebben, onder meer door hun verleden. Dat zei speciaal gezant Dan Freed in Brussel. Our interest in the MEK is not political and not connected with our overall problems with Iran or our wishes for a better future for the Iranian people. The MEK is not an item, is not of interest to us in that context. In de crisis rond het Iraanse kernprogramma wijzen de Volksmujahedin overigens een oorlog af. Ze denken dat het regime ten val kan worden gebracht door de oppositie te versterken. La seule solution pour la crise iranienne, ce n'est ni la guerre, ni la politique de complaisance. Il y a une troisième voie, c'est-à-dire un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée, et c'est possible.